Vandaag zijn we van Loco TV bij Boerderijenmuseum De Bovenstreek in Oldebroek. Daar wordt weer de jaarlijkse sprokkelmarkt gehouden en wat er precies inhoudt, gaan we nu bekijken. Bij Jan van Heerde. En wat doet Jan van Heerde bij de Sprokkelmarkt? Jan van Heerde is medebedenker met Harry Muller van het idee Sprokkelmarkt. En dat komt omdat wij in het bestuur zitten van het Boerderijmuseum. En er moest wat activiteit ontwikkeld worden. En toen hebben we bedacht om in een stille periode van het jaar, dat er niet overal wat te doen is, een evenement te bedenken. En dat mocht niet lijken op het oogstfeest en het mocht ook niet lijken op een bruiderie. Het moet niet dat commerciële gedeelte hebben, maar we willen de mensen graag het gevoel geven van, oh ja, zo was het. Iets unieks. Ja, een beetje dat idee van vroeger. Ja. En dan zie je ook dat mensen naar elkaar toe komen, elkaar beginnen te praten, ze pakken elkaar beet en zo, weet die nog van vroeger. Ja, nou dat hebben we geprobeerd om terug te halen. In sfeer, dan doen we dat wel vaker op de boerderij, maar we proberen ook ieder jaar een nieuw thema erbij te bedenken. En het thema dit jaar sluit aan bij het sprokkelen. Want sprokkelen, hè, februari is de sprokkelmaand, ja. Sprokkelen is dus verzamelen van hout. En wij hebben gezegd, wat kun je nog meer sprokkelen, verzamelen? Dat waren hapjes. Harry was nogal gek op hapjes. En dus kwamen we op vergeten groenten en dergelijke terecht. En dit jaar hebben we vleeswaren. Het idee van kinderbakspek, zure zult, rolpens. Allemaal van die woorden waarvan sommige oudere mensen nog zeggen, oh ja. Ja, ja. Maar ze weten niet meer hoe het eruit ziet en ook niet waar je het kunt kopen. Nou, dus we hebben die dingen bij elkaar en hebben er vandaag ook maar een quizje van gemaakt, 11 dingetjes. Laat de mensen nou maar zelf een keer kijken. Ja. Van, en hoeveelste keer is dit dat de Sprokkelmarkt gehouden wordt? Als ik het goed uit mijn hoofd heb, de 9e keer. 9e keer, en hoe is het aantal bezoekers elke keer? Het aantal bezoekers ligt zo tussen de 700-800 en de 1000. 1100 hebben we ook een keer gehad, geloof ik. Ja, maar veel dus. Zo 700-800 voor een gewone zaterdag. Maar aan de andere kant, niet vergeten, er zitten wel 65 vrijwilligers vandaag hier. Die zich inzetten en bezig zijn. Dat mag gezegd worden, hè? Dat moet gezegd worden. Dat moet gezegd worden, nog beter. Want kijk, die mensen die dus donderdag balkenbrei gemaakt hebben, waren hier de hele dag. Gisteren was de hele buitenploeg hier bezig om de tenten op te zetten, om de inrichting te doen enzovoort. Ja, vandaag zijn ze er weer om hand- en spandiensten te verrichten en maandag zijn ze er om op te ruimen. Die zijn hier 4 dagen druk in de weer. Dus petje af, hè, voor zulke mensen. Ja, mooi. Wij gaan met ons camerateam gaan wij hapjes proeven. De standhouders, ja, die mogen hier ook komen, maar dan moeten ze ook het publiek iets aanbieden. Ja. Ja? Dus we proberen sfeer te creëren in de ouderwetse idee. Nou, dat lijkt me een heel mooi idee. Wij gaan alles proeven en alles bekijken. Er staan ook hele mooie oude ambachten bij. Dus, ja, dit is, dat sluit weer aan bij het thema kunst en ambacht, hè, van het jaar. Dat komt eind maart gaan we dat openen, okay. Kunst en ambacht. Nou, hier heerlijke worst. Het is de bedoeling dat je overal een stukje van proeft. Dus dan doen we dat. Oh. Oké, deze niet. Oké. Dat kunt u zo kopen. Oké, ja. Nou, dan ga ik dit proeven. Ja. Knoflook ook? Ja. Ja, ik wil graag zo'n stukje worst komen. Ik zit altijd met dat ellendige velletje eromheen. Ja, dat klopt. Ik zal het u even voordoen hoe dat eraf moet. Ja? U snijdt hierin. En dan pakt u. En dan trekt u hier aan. Nou. Kijk. En dan trekt u gewoon het velletje er zo af. Is over nagedacht? Ja. Ja. U weet alles. Mevrouw, wat is dit? Ja, nee. Boer, dat ga ik niet zeggen. Ja, maar voor de camera mag dat wel. Ja, nee. Dat is geheim. Jij spiekt van mijn briefje. Ja, maar zo ben ik aan mijn diploma gekomen. Ach, vandaar. Ja. Ja. Wat zijn het? Dit zijn aardperen. Dit zijn aardperen. Dit is jure zult. Ja. Yes, 1 punt. Ja, dit is van een dinosaurus, denk ik.
Wat is dit? Dat is een soepbot. Of een soepbot? Of een mergpijp. Normaal heb je maar zo'n stukje ervan. Dus ja. Beste pan soepbot dit, hè? Ja. Ja, ik loop hier op de kraamafdeling van de Sprokkelmarkt. Allemaal hele rustige kinderen hier. Hele mooie, ja echt hele mooie bijzondere wandelwagens. Ook hele bijzondere poppen zie ik hier. Echt super, dit is volgens mij een hele oude. Kijk dan, dit is toch echt uit de kindertijd. Deze is wel heel gaaf. Mooi groot. Die en die. Liefde, moet je dat mooitje zien? Met liefde, ja. Mooi hè, mevrouw? Ja. Zo zoet. Ja, daar kunnen we er honderd van hebben zo. Ja. U verkoopt honing? Honing. Ja. Namens de imkervereniging Wezen Hattem verkopen wij dus honing. We staan hier op de stand en we hebben meerdere artikelen te koop. Kaarsen, heidehoning, koolzaadhoning uit Groningen en lindenhoning. Dus ik dacht alleen maar één soort honing, maar er zijn dus meerdere... Heel veel soorten honing eigenlijk hoor. Heerlijk. Ik ga hier even tussen zitten. Ik zal even nergens opstaan, de branddeken erbij. Wat ben jij aan het doen? Ben je aan het barbecuen? Papa moet erbij komen. Ja. En wat zit daar op die stok voor jou? Bolletje. Een bolletje. En wat ga je straks doen met het bolletje? Opeten. Ga je die opeten? Wat ben jij aan het doen? Ook broodje aan het warm maken? Ja. Ja, vind je dat lekker? Ja. Mag ik straks ook een stukje? Ja. Ja? Gaan we die samen opeten? Ja. Ja, en wat gaan we ertussen doen? Beetje hagelslag? Ja. Vind je dat lekker? Ja. Hoe heet jij? Lisa. Lisa? Een mooie naam. Hoe? Isa. Isa, Isa heet jij. Ja. Waar ben jij alsjeblieft? Even broodjes bakken. En wat is dit? Is dit ook een ambacht? Of hoe kan ik dit... Geen idee. Geen idee. Het is gewoon leuk. Ja. En lekker. Lekker, hè? Ja. Ja. Ja, vaste bewoner hoor ik net. Wat vindt u ervan? Is die spinneidig? Ik weet niet. Ik sta hier naast Emma, even je mooie vlecht aan de kant doen. Emma, jij loopt met hapjes rond. Bloedworst met appel. Bloedworst met appel. En dan mogen de mensen proeven. Ja. Ja. En lust je dat zelf ook? Ja, ik lust het zelf ook. Ja? Weet je wie de boer is? Ik sta hier bij Carla Bultman. En Carla, jij doet iets wat ik totaal niet ken. Ik vilt. Je vilt? Ja, ik vilt. En dat is eigenlijk de oudste manier van textiel maken. Met losse wolplukjes. Hier heb je bijvoorbeeld een lont. Daar trek je de wolplukjes uit. Kijk, heb je losse wolplukjes. Die leg je neer. In dit geval leg ik ze op een zijde ondergrond. Maar je kan ze ook op elkaar leggen. En als je er dan heet water op sproeit met de spuitbal. En je gaat zachtjes wrijven. Dan gaan de schubben in elkaar en dan krijg je dus een textiel. Dan staan we hier bij een etalagekast. Hoe lang blijft het staan? Dit is het hele jaar nog. Tot begin volgend jaar heb ik hier expositie. Twee vitrines, een hele grote en een kleine. Dus mensen kunnen, als ze het leuk vinden, op de museumboerderij komen kijken. En er is nog veel meer. Het is heel mooi weefwerk en heel mooi kralenbreiwerk. Dus het is echt voor handwerksters een hele, hele interessante expositie dit jaar. Is iedereen krachtig, hoor. Prachtig. Het één varken dat er zowel een schouderkarbonade, een ribkarbonade als een haaskarbonade komt. Ja. Meneer de verkoper, ja. Wordt het al aardig verkocht op de vroege ochtend? Het gaat prima. Het is onvoorstelbaar. De bestellingen die komen al binnen voordat het beschikbaar is. Okay. Dus het loopt als een trein. Dus je moet het bos weer in of het weiland weer in voor een ander vark? Bijna. 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 Nou, we proberen eerst dit aan de vrouw te brengen. Aan de vrouw?
Ja, natuurlijk. Want in de regen, dat zijn toch wel de beslissers. Dat merken we wel. Ja, maar ik heb iets heel aantrekkelijks. Maar ja, de dames die lopen tot nu toe er nog langs heen. Dat is ook een onderdeel van een vark in de kop. De kop? Ja, die is prima voor in de ettensoep. Maar het is kerstvers. En je krijgt een noordverse product dan hier. Op het Dini, Dini Griede moet ik zeggen. Ja, wie kent jou niet? We staan hier bij een hele verzameling eierdopjes. Dat klopt. Ja. Ik ben al jaren bezig om eierdopjes te verzamelen van allerlei landen. Van waar die interesse? Als je ergens op vakantie bent, dan wil je vaak een souvenirtje meenemen. En eierdopjes zijn niet zo groot. Ja, vingerroetjes hadden ook gekund, maar eierdopjes vond ik ook erg leuk. Ja, dan zie ik een hele grote verzameling. Ben je in al die landen geweest? Nee, ik ben niet in al de landen geweest. Wel verschillende landen en mensen weten ook dat ik ze verzamel. En dan als zij naar bepaalde landen gaan, dan nemen ze die vaak voor me mee. Ja, leuk. En wat is voor jou de eierdop? Dat je zegt, nou die vind ik zo leuk. Ik vind Indonesië vind ik heel erg leuk. Bruine eierdopje is van kokosnoot gemaakt. Die is heel licht, albast. Ik vind dat hele bijzondere doppen. En hoeveel heb je er ondertussen? Ik heb een dik 300. Ja, die staan hier allemaal niet. Ik heb ook hele dure met bladgoud en die heb ik thuis gelaten. Waarom? Die was ik toch wel een beetje bang dat daar wat mee zou gebeuren. Ja. Als die zouden kapot gaan, dan vond ik dat heel erg jammer. Ja, dat is zonde inderdaad. Ja. Waarom heb je dat hier staan? Sprokkelen heet verzamelen. Hè? Dus ik verzamel dit. Ik ga even naar die mevrouw toe. Wat bent u aan het karnen? We zijn karnemelk aan en boter aan het maken. En door het op en neer bewegen van de schijf met gaatjes. Ja. En door de beweging komt de vet naar boven en dat wordt een boterkorreltjes. Je kunt een klein korreltje al zien. Als je goed je best doet, dan hoe langer je stampt, hoe groter ze worden dan. En hoe lang moet je stampen? Oh, drie kwartier. Helemaal arm van? Nee. Nee, toch niet? Nee, dat is goed voor je conditie. Oké. Okay. Zo hoort dat. Wil je er even niet uit? Doe het maar even weg. Tegenwoordig doen ze het met de machine en dan gaat het rond vaak. Maar dit is heel... In de oorlog. Iedereen herkent het.